In deze video ga ik je uitleggen wat de DGT-behandeling precies inhoudt en welke onderdelen die eigenlijk allemaal hebben. DGT is een intensief behandelprogramma wat echt veel van je vraagt. Het is een individuele psychotherapie, een vaardigheidstraining, een netwerktraining, maar ook telefonische coaching. De vaardigheidstraining is een groepsgericht trainingsprogramma waarin je traint om andere vaardigheden in te zetten. Je krijgt onderbouwing, theoretische uitleg en door middel van huiswerkbladen leer je welke stappen je moet maken om ander gedrag in te zetten. Maar natuurlijk moet je bereid zijn om dat gedrag ook daadwerkelijk in te zetten. Het is een hele klus, maar het kan. In de individuele psychotherapie analyseer je eigenlijk samen met je therapeut welke factoren ertoe bijgedragen hebben dat je bepaald gedrag vertoont en wat het in stand houdt. Dat doen we door middel van de ketenanalyse. Door vragen te stellen kom je daarachter. Die ketenanalyse kijkt eigenlijk naar wat is je probleemgedrag en wat levert dat nou op de korte en de lange termijn voor jou op, positief en negatief. Maar dat komt ook ergens vandaan. Wat heeft je emotioneel kwetsbaar gemaakt? Welke invloeden of factoren hebben daartoe bijgedragen? Je kijkt ook naar de uitlokkende factoren. Wat houdt het in stand? Wat maakt je emotioneel kwetsbaar? Wij noemen dat triggers, die nu maken dat je probleemgedrag inzet, waardoor je je spanning moet verminderen. En zo maak je eigenlijk de cirkel rond. Door deze ketenanalyse in te vullen, snap je misschien ook van jezelf waardoor het ontstaat of waardoor bepaalde dingen niet lukken. Het analyseren, het begrijpen van jezelf, maakt je meer bewust en helpt je ook om ander gedrag in te zetten. Om grip te krijgen op je emoties en dat gedrag in te zetten wat een situatie eigenlijk van jou vraagt. Een netwerktraining is ook om je netwerk te informeren. Je ouders, je familie, je ooms en tantes, vrienden, mensen om je heen. Die dan begrijpen wat jij doormaakt of om te begrijpen wat het behandelprogramma nu eigenlijk is. Telefonische coaching is voor jou om eigenlijk jou te helpen om je aan te moedigen of om je te helpen in moeilijke momenten je geleerde vaardigheden in te zetten. Al deze onderdelen horen bij DGT en is best intensief, maar heeft als doel grip te krijgen op emoties en vaardigheden aan te leren.